Hallo, ik ben Connie Eldering. Ik kom hier namens het bedrijf De Brugbouwers. Wij gebruiken het instrument internet om verbindingen te leggen tussen mensen die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen of zelfstandig ondernemer te worden. En de manier waarop ze daar geld mee kunnen verbinden. En internet zie ik daar als een heel mooi medium voor. Ik ben bij Eelco in dit seminar gekomen dat ik heb ooit wat producten gekocht op het gebied van time management. En toen kwam ik ook met het fenomeen e-book in contact. Ik heb verder nog eens een keer een site van hem gekocht, omdat ik concepten omzet naar bedrijven waar je geld mee kunt verdienen. En de wijze waarop ik door Eelco benaderd werd, dat sprak mij wel aan. Ik weet een beetje van AdWords-campagnes enzovoort en alle de zaken eromheen. Die weet ik niet zo goed en ik heb geen verstand van techniek. En dat sprak mij wel heel erg aan bij Eelco, want Eelco heeft ook geen verstand van techniek. En met dit seminar zou mij de mogelijkheid geboden worden dat met name die techniekkant gewoon helemaal in orde gemaakt werd, zodat ik daar mij niet mee bezig hoef te houden. Ik vond het materiaal allemaal heel verzorgd wat hier uitgegeven werd. Ik vind de toelichting op het materiaal ook heel concreet, waar je gewoon heel veel mogelijkheden hebt om je eigen ei kwijt te kunnen. En ik vind ook het heel belangrijk om contact te hebben met de andere deelnemers, omdat ik daar heel veel mee kan uitwisselen. En bij mij op die manier ook weer nieuwe ideeën genereert en wellicht ook samenwerkingsverbanden. Dus goed, gewoon lekker laagdrempelig. Ik ben ook een Grunninger, dus dat is gewoon niks, geen poespas toestand, maar gewoon aan de slag. Zoals ik al zei, ik heb zelf een AdWords campagne lopen, die heb ik uitbesteed. En een aantal zaken van merk ik gewoon van toch voor een volgende project wil ik het gewoon zelf even weer oppikken. Ouverturen, ook heel interessant voor mij. Er zijn altijd dingen waarvan ik denk van god, die heb ik laten liggen. Die wil ik toch even oppikken om te kijken van wat ik met de nieuwe technieken met betrekking tot e-mail marketing enzovoort kan gebruiken om mijn eigen business te versterken, maar ook om nieuwe projecten goed op te zetten. Ik bedoel, de follow-up is natuurlijk vreselijk belangrijk. Hè? Van goh, hoe zit het in de nazorg? Van, kunnen we, als we de boel opzetten, van, wordt dat ook gewoon van alle kanten ondersteund? En ik vond met name de opmerking van de terugkommiddag heel leuk. Want meestal zie je gewoon van, dat als het verhaal achter de rug is, dat iedereen nog even ronddraait en verder gaat in zijn oude straatje. Maar de bedoeling is natuurlijk gewoon om het op te pikken en daar voor jezelf iets mee te doen. Dat geldt voor mij, maar waarschijnlijk ook voor de andere kandidaten.